Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Waarschijnlijk niet de eerste die dit jaar online komt, maar wel de eerste video die ik echt sinds weken weer opneem sinds Vlogmas. Dit is de eerste keer dat ik weer mijn camera aan heb en dat is altijd eventjes een beetje wennen. Vandaag gaan we dus weer een styling quiz doen onder het motto hopelijk van drie keer is scheepsrecht, want ik heb dus twee keer eerder zo'n video opgenomen. Ik heb een keer een box bij Zalon besteld en een box bij PS Zoe. Was ik niet super tevreden over en die tweede box duurde ook heel erg lang voordat het aankwam. Maar vandaag gaan we het ergens bestellen waar ik iets meer vertrouwen in heb. Misschien heb je wel eens de naam Dani Bles horen vallen. Ze is een Nederlandse stylist, werkt volgens mij wel eens met bekende mensen samen. Volgens mij heb ik ook wel eens events gehad waar zij aanwezig was. Het is een naam die ik al eerder gehoord heb. En omdat zij onder andere dus ingehuurd wordt om op events aanwezig te zijn en allemaal dingen te doen en ingehuurd wordt voor andere stylingklussen. Ik heb gewoon goede moed, goede hoop. Ik zal eventjes de website erbij pakken. Het is dus de 365 Maison box of Maison 365. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar hier zie je dus al een foto van Dani Bles. En deze box werd trouwens een aantal keer getipt, dus onder mijn vorige video's. Dat mensen hier wel besteld hadden en dat ze wel beviel. Prijs van de items ligt volgens mij wel redelijk hoog. Ligt er natuurlijk aan wat je gewend bent. Maar website ziet er super overzichtelijk uit. Cadeautje voor jou. Bestel in januari een box en ontvang een Chloe Signature miniatuur. Let op, op is op. Laten we de stijlquiz starten. Goed om vooraf te weten, in een persoonlijke Maison 365 box zitten drie complete looks. En over het algemeen beginnen de tops vanaf €60 en broeken vanaf €90. Je betaalt ook een styling fee van €9,95 en het verzenden en het retourneren is gratis. Dus je bent sowieso ongeveer €10 kwijt. En mocht je dus tops natuurlijk opgestuurd krijgen van €60, is wel wat hoger dan wat ik meestal aan een top uitgeef. Maar ja, als je het niet waard vindt, kan je het natuurlijk altijd nog retourneren. Ik heb eventjes mijn naam en mijn e-mailadres ingevuld. En dan is het eerste wat er staat: we willen jouw persoonlijke stijl graag beter begrijpen. Wat vind je bijvoorbeeld van deze stijl? Ik ga ook even een beetje inzoomen. Wat me allereerst opvalt, is dat dit al veel meer voor mijn gevoel bij de tijd ligt dan de twee andere stylingquizzen die ik doorlopen heb. Ik heb bijvoorbeeld echt letterlijk zo'n witte top als op de eerste foto. Ik draag heel graag blazers. Maar ik heb gewoon niet het idee dat dit zeg maar foto's zijn van 5 jaar geleden. Ik vind dit wel cool. Ik vind dit... De trenchcoat twijfel ik een beetje over. Maar de rest vind ik echt heel erg leuk. Dus ik doe hem op super. Oh, dit vind ik ook eigenlijk wel heel erg. Nou, ik vind eigenlijk alleen die paarse trui op die grote foto leuk. Dus dan doe ik wel niet leuk. Dit vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Wat goed. Ik vind die rechterfoto echt heel erg leuk. Met die fans erbij. Dat sjaaltje zou ik niet zo heel snel dragen. Maar ik doe hem wel leuk. Ik denk gewoon dat ze hele goede foto's gekozen hebben. Dat ik echt meteen zit. Oh ja, ik vind het leuk. Maar vind ik het echt bij mezelf passen? Die witte blouse wel. Maar dan niet per se met een skinny jean eronder. Zo'n leren broek heb ik. Vind ik heel erg leuk. En de rest valt allemaal wel mee. Ik doe hem wel op twijfel, denk ik. Omdat er eigenlijk maar één item is die er voor mij echt uitspringt. En ik zeg het er altijd bij. Smaken verschillen. Het is, ik vind dit gewoon echt topfoto's. Wat vind ik van deze stijl? Ik twijfel. Oh, welke look zou je sowieso dragen? Nee, dit dan weer niet. Oh, wat leuk. Ik vind het helemaal heerlijk. Die foto's wel klikken, niet klikken. Dit ook niet. Dit ook niet. Maar we hebben 16 foto's. Dus er moet iets tussen zitten toch wat ik dan wel zou dragen. Ook niet. Dit al iets meer... Maar niet sowieso dragen. Ook niet. Ook niet. Ik hou niet van die hoedjes. Ook niet. Het is net alsof we aan het tinderen zijn. Dit. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Shit. We zijn er bijna doorheen. Nee! Oké, nou, ik heb bij alles geklikt of dat ik het niet zou dragen. Maar het was gewoon best wel specifiek, die outfits, toch? Stijl, welke 5 woorden passen het best bij jou als je denkt aan kleding, ongeacht de gelegenheid? Dat vind ik echt heel erg leuk. Comfortabel staat ertussen. Dat is echt, dat vind ik het allerbelangrijkst. Ja, relaxed. De laatste tijd draag ik best wel veel van die lounge setjes. Maar ik heb nu ook gewoon een nauw aansluitend best wel gezellige top aan. Dus ik vind niet relaxed ook heel leuk, zoals blazers en zo. Stijlvol is misschien een beetje heel erg mezelf een compliment geven, maar we zetten maar gewoon tussen.
Wat hebben we nog meer? Vrouwelijk, ja, niet altijd. Nonchalant ook. Nou, dat misschien wel. Moet ik er per se 5? Of is dit ook goed? Verzorgd? 4 heb ik er dan. Wat is de dresscode voor je werk? Niet van toepassing. Ik kleed me meestal heel casual totdat ik een video op ga nemen. Maar ik doe dat niet van toepassing. Omdat ik natuurlijk geen outfit nodig heb om naar mijn werk ergens heen te gaan. Ik vind het tot nu toe echt een leuke quiz. Stijlstatements. Mee eens of oneens? De prijs is niet belangrijk voor me als ik zie dat ik iets heel erg leuk vind. Ja, eigenlijk vind ik de prijs wel belangrijk. Tenzij het echt mijn droom perfecte item is. Ik wil dit jaar bijvoorbeeld heel graag echt de perfecte blazer vinden. Omdat ik blazers heel vaak draag. Kan in heel veel gelegenheden. Ik heb al goedkopere blazers, zeg maar, gehad die ik veel heb gedragen. Dus als ik dan een perfecte vind en die is duur, dan zou ik dat wel overwegen om die te kopen. Maar prijs is, ja, wel belangrijk. Dus ik zet hem op 2. De stijl van een item is voor mij belangrijker dan de kwaliteit. Is neutraal, denk ik. Ja, nee, kwaliteit is wel belangrijk. Dus ik zet hem ook op 2. Meestal sta ik uitgebreid voor de spiegel voordat ik de deur uitga. Ja, meestal wel. Niet altijd. Ik wil me onderscheiden met de kleding die ik draag. Ja, zo, ja, een beetje. Mijn garderobe is up-to-date met het huidige modebeeld. Nou, ik vind van wel. Zullen er misschien de meningen over verschillen? Welke merken draag je vaak? Naked. Oh, wat leuk dat het er tussen staat. De rest niet super vaak. Maar topshop broeken vind ik bijvoorbeeld wel soms fijn. Dus die zet ik ertussen. Dus dan heb ik Naked, Topshop en Levi's. Pasvorm is erg belangrijk. Daarom volgen er nu een paar vragen over je figuur. Dit is tot nu toe volgens mij in elke stijlquiz voorgekomen. Ik heb op zich wel, zoals je hier ziet, wat aanwezigere bovenbenen en een wat voller hier. Maar ik heb ook wel echt een taille die ik graag wil benadrukken. Dus ga ik dan eerder voor een zandloper. Qua hoe het hier afgebeeld staat, identificeer ik me iets meer met rond. Maar eigenlijk ben ik denk ik meer een zandloperfiguur. Maar dan dus wel met wat vollere benen. Als hier staat. 1,70 meter. Oké, ze werken tot en met maat 42. En qua broeken heb ik soms wel ietsje groter dan dat. Even kijken, welke maten draag je meestal? Ik vind het wel heel leuk dat ze het zo vragen. Want qua tops pas ik ook wel een M. Maar heel vaak kies ik toch voor L of XL. Ligt zeg maar aan het shirt. Hoe ik het leuk vind dat het valt. Maar ik heb liever dat kleding ietsje losser valt. Dan dat het echt, ja, ironisch. Dit is echt super nauw aansluitend. Maar meestal draag ik dingen die losser zitten. In tegenstelling tot zeg maar nauw aansluitende dingen. Tops bestel ik meestal een L. Heup 31. Oké. Jeans lengte 30 dan. De kortste maat die ertussen staat. Schoenmaat is altijd lastig omdat ik wat bredere voeten heb. Ik heb 39 denk ik. Moet ik dan gewoon maar 39 aanklikken. Of 39,5 om het op 7 te spelen. Ik weet het niet. Bovenkleding. Ik doe hem toch gewoon dan op 42. Omdat ik het gewoon fijn vind als het allemaal wat losser valt. Wat goed is deze vraag? De middelste. Voorkeur. Altijd zit deze vraag er ook bij. Vind ik ook echt goed. Wat wil je accentueren of camoufleren? Mijn armen. Meestal eigenlijk wel mijn bovenarmen een beetje camoufleren. Mijn schouders. Ook wel een beetje. En mijn halslijn vind ik wel leuk als dat ironisch nu weer. Maar ik vind het wel mooi als dat wel geaccentueerd wordt. Mijn taille wil ik ook wel accentueren. Mijn buik. Neutraal. Neutraal? Mijn rug. Kijk! Dit is voor het eerst ever dat ik zo'n open rug heb. Ja, maakt niet uit. Neutraal dan. Best wel een lange vragenlijst. Pas, vorm, voorkeur voor tops. Los is denk ik goed. Dat was het. Oh, nee. We gaan door naar het volgende onderdeel. Welke... Nee, skinny fit. Daar ben ik helemaal klaar mee. Slim fit. Leuk. Bootcut. Twijfel. Flare. Denk ik niet leuk. Pantalon. Leuk, maar losvallender dan hier op de foto staat. Ik twijfel. Dus dan moet dat ook aanklikken. Welke rise? Valt zo'n 5... Oh, nee. Low rise. Nee. Medium rise. High rise.
Ja. Rokken of jurken, welke? Meerdere opties mogelijk, oh, dat is goed. Boven de knie vind ik wel leuk. Maxi of midi vind ik ook wel leuk. Op de knie is een beetje awkward, denk ik. Welke halslijn past bij jou? Blouse? Ja, een boothals, blijkbaar, vind ik denk ik niet zo leuk. Een col, soms wel leuk. Off the shoulder vind ik over het algemeen niet heel leuk. Een ronde hals, super. Een strikhals vind ik niet leuk. Een V-hals vind ik ook niet leuk. Welke kleuren spreek je aan? Neutrale kleuren. Ga ik pastel er nog in zetten? Dat heb ik in de zomer namelijk wel heel erg veel gedragen. Nou, eigenlijk wel. Ik heb een hele leuke lichtgroene jas namelijk net binnen gehad. Welke kleuren draag je niet? Oh, dit vind ik fantastisch. Vorige keer had ik het dus ingevuld en toen werd er niet naar geluisterd. Maar ik ga ervan uit dat ze er deze keer, deze box, er in ieder geval wel naar luistert. Beige vind ik wel leuk, donkerblauw niet, mintgroen op zich wel, donkergroen ook, okergeel. Heb ik één shirt van die ik leuk vind, maar over het algemeen niet zo'n fan van. Welke stoffen draag je niet? Eigenlijk alles wel. Welke prints draag je niet? Nou, dierenprint dus wel. Alleen strepen haal ik dan weg. Ik doe altijd deze quiz echt alsof mijn leven ervan afhangt, omdat ik gewoon de vorige twee keren niet zo enthousiast was. En ik hoop gewoon heel erg dat ik deze keer een box opgestuurd krijg die ik wel heel erg leuk vind. Hoe omschrijf je jouw stijl voor accessoires en sieraden? Een mix van beide. Welke kleur sieraden? Een mix. Ja, ik heb gaatjes in mijn oren. Wat leuk. Gaan ze dat ook opsturen? Wat wil je maximaal uitgeven aan je kleding? De 50 en de 75. Ja, maar Levi's broeken zijn weer meer. Oké, dus wat je maximaal uit wil geven, dan doe ik hem tussen de 100 en de 125. Is echt veel geld, maar misschien komt er wel echt een fabulous broek zo meteen. Misschien kies je er wel een van Topshop, want het is het maximaal, dus ze kunnen er ook onder zitten. Jurkjes. Ja, ik zou dus echt eigenlijk over het algemeen de laagste categorie aanklikken. Maar ik weet niet of ze dat dan wel opsturen. Dus ik doe hem gewoon die erboven. Tops beginnen bij hun vanaf 60 euro. Oh wacht, broeken beginnen bij vanaf 90. Oké. Tops. Dan doe ik die ook gewoon op de laagst mogelijke categorie. En schoenen mag wel wat duurder van mij. Wat geef je per maand ongeveer uit aan kleding? Weet ik veel. Waarom heb jij je aangemeld? Omdat ik het wil testen voor een video. Ik ben benieuwd hoe iemand anders mij zou kleden. En ik ben ook wel op zoek naar nieuwe inspiratie. Waar ben je naar op zoek in deze box? Een mix tussen verras me maar. Ja. Zijn er specifieke items die je graag zou willen ontvangen? Nou, ik ben wel benieuwd naar een blazer en jeans. Oké, dus ik ga waarschijnlijk ongeveer 3 outfits ontvangen. En ik heb aangeklikt dat ik wel graag een blazer, een jeans, een top en sieraden zou willen ontvangen. En dan kunnen ze voor de rest natuurlijk zelf kijken. Dit zou in principe 1 outfit kunnen zijn. Misschien vind ik wel de blazer van mijn dromen in deze video. Zijn er nog andere zaken waar we rekening mee moeten houden? Normaal gesproken sturen we 3 sets toe en in totaal circa 15 items. Is er verder nog iets waar ze rekening mee moeten houden? Ik denk niet, toch? Ik vond dit in ieder geval echt de chillste quiz tot nu toe. Dan willen ze alleen nog mijn persoonlijke gegevens. Dus die ga ik wel eventjes invullen. Een paar foto's van mezelf. Dat heb ik wel. Ik dacht deze 5 weerspiegelen wel een beetje mijn verschillende kledingstijlen. Want het is niet maar 1 ding die ik leuk vind. Oké, dus aan het einde van de quiz bestaal ik de 9,95. Dan neemt de styliste contact met me op, zodat ze de box nog beter kan samenstellen. Oké, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik heb het idee namelijk dat ik al heel veel informatie heb gegeven. En op basis van mijn wensen ontvang ik 3 outfits met ongeveer 15 verschillende items die ik eindeloos kan combineren. Pas alles op je gemak thuis, hou je favorieten en stuur de rest terug. En dan kan ik kiezen of ik met ze wil whatsappen, e-mailen of bellen. Dan klik ik e-mailen aan. Maar dat vind ik ook echt fantastisch weer. Dat je dus gewoon je voorkeur op kan geven. Betaling is gelukt. Stylist neemt weer naar bellen. Oké. Ik ben klaar. Jongens. Oké. Ik vond het echt tot nu toe, dat heb ik al een paar keer gezegd, de meest uitgebreide. Het was best wel eventjes een tijdrovende quiz. Maar ik vond echt dat er goede vragen gesteld werden. In het begin werd ik een beetje nerveuzer van, omdat ik van die 16 outfits allemaal zei, nee, die ga ik niet aandoen. Maar daarna heb ik zoveel informatie ingevuld dat het denk ik wel goed komt. En
Er gaat dus nog een stylist contact met me opnemen. Ik ben heel erg benieuwd wat daar dan voor vragen inkomen. Dat ga ik natuurlijk hierna eventjes laten weten. Ik ben echt elke keer als ik zo'n quiz ben helemaal opgehyped. Want ik denk, dit moet goed komen. En ik hoop dat het deze keer ook daadwerkelijk zo gaat zijn. Daar ben ik weer. 5 dagen nadat ik de styling quiz had ingevuld, heb ik een mailtje gekregen van mijn persoonlijke styliste. Ik was gekoppeld aan Sabine en daar heb ik echt een hele aardige mail van gehad. Met dingen een soort van dubbelchecken. Dus er staat bijvoorbeeld in, je geeft bij tops aan een maat L, maar ook maat 42. En dit komt niet helemaal overeen. Heb je L maat 40 of XL 42? Ik weet niet precies wat de overeenstemming dus in die maten is. Maar daar heb ik bijvoorbeeld antwoord op gegeven. En ze vroeg of ik nooit een V-hals droeg en daar wel voor open stond. En over dat ik dus geen donkerblauw had, een beetje de dingen dubbelchecken die erin stonden. Die misschien voor haar een beetje onduidelijk waren. Ze gaf ook aan dat ze geen schoenen aanbieden, dus dat die niet in de box zullen zitten. En dat ze zoveel mogelijk rekening houdt met mijn budget. Maar bij tops ligt het iets hoger dan wat ik heb aangegeven. Tops beginnen vanaf 60 euro en al snel iets hoger dan dat. Ook vroeg ze of ik iets meer over mezelf kon vertellen. Dus wat ik als beroep doe of daarnaast in mijn vrije tijd. Of ik een dresscode heb voor werk. En dat had ik natuurlijk al een beetje in een stylingquiz aangegeven. Dat ik niet per se een outfit voor werk of iets dergelijks nodig had. Maar daar heb ik natuurlijk op gereageerd. Op alle vragen die ze had gesteld. Vertel dat ik 23 ben, onlangs afgestudeerd. Dat dit mijn werk is en wat ik hier nu aan het doen ben. En dat ik inderdaad, want dat was haar aanname, wat ze dubbelcheckte. Dat ik vooral even items draag met hier en daar een printje. En dat ik het heel erg leuk vind om vrouwelijke items met wat stoerdere items te combineren. Nou, voor de rest over dat ik high-waist fijn vind, oversized. Een beetje wat ik natuurlijk net al verteld heb. Dat V-halsen inderdaad niet helemaal mijn ding zijn. En dat ik van qua kleuren heel erg van basic zoals zwart, wit, dus haakjes donker, grijs hou. En dat ik hoop dat ze er wat leuks van kan maken. En toen dacht ik, mocht het nog niet duidelijk zijn, want ik heb al een hele quiz natuurlijk ingevuld. En aan haar mail dacht ik al, ik denk dat je me inderdaad goed begrijpt. Maar ineens dacht ik, ik heb gewoon een Pinterest board met vet veel outfits. Dus ik zal eventjes een beetje in beeld laten zien wat er zoal op mijn Pinterest board te vinden is. Je kan me volgen mocht je dat leuk vinden. Maar ik dacht, mocht het uit de quiz niet duidelijk zijn, hier zijn letterlijk foto's van outfits die ik heel erg leuk vind. En toen heb ik nog een reactie van haar gehad waar ik weet niet, ik had het gewoon niet verwacht ofzo. Maar ik begrijp het wel. Ze zegt, bedankt voor je bericht. Ik ben voor je aan de slag gegaan. En ik heb zeker wat aan je Pinterest board gehad. Dus tipje mocht je ook zoiets doen. Ik wil graag open en eerlijk met je zijn. En vertellen dat je een toffe stijl hebt. Die wij niet tot amper in onze voorraad hebben. Dus thanks dat ze vindt dat ik een toffe stijl heb. Maar ik vind niet dat de items die ik op mijn Pinterest board heb. Dat ik die al in mijn garderobe heb. Ik heb het idee dat ik wel een beetje op weg ben. Maar dat ik juist daarbij hulp wil. Alleen, dit soort bedrijven hebben natuurlijk gewoon een voorraad. En daar zullen ze niet voor elke stijl items in hebben. En dan misschien ook nog in mijn maat. Dus ze zegt dat ze haar uiterste best heeft gedaan. En dat ze hoopt me nog steeds te verrassen met de gekozen items en sets. Maar om teleurstelling te voorkomen, dat ze mij hierover graag alvast wilde informeren. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb netjes binnen precies 2 weken mijn box ontvangen. Groot en zwaar en super leuk dat hun logo er hier zo op staat. Zo'n Amsterdams huisje. Dit is tot nu toe in ieder geval mijn beste ervaring met zo'n stylingbox. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de items die hierin zitten. Als we de megabox openmaken, zit alles heel netjes in het pak. Het is echt een volle box. En heel eerlijk, eerste indruk ziet er goed uit. Bovenop ligt een boekje. Het strikje openmaken. En daarop staat een heel lief bericht van Sabine die dus mijn box samen heeft gesteld. Dus het leuk vindt dat ze mijn box mocht samenstellen. Er zitten verschillende outfits in met items die je allemaal ook weer met elkaar kunt combineren. Zodat je dus meerdere sets kan maken. Ik raad je aan om alles in ieder geval even te passen. Zodat je nieuwe items ontdekt die je zelf misschien niet gekozen zou hebben. Dat is dus ook wat ik zo leuk vind aan deze stylingboxen. Ik heb zoveel mogelijk rekening gehouden met je stijl en wensen. Aangevuld met items waarvan ik overtuigd ben dat het vernieuwend is voor in je garderobe, maar ook goed te mixen met je huidige stijl of items. Hier komen dus zeg maar de uitleg van de outfits voor de rest. Veel plezier met passen en ik hoop dat deze box je goed bevalt. Vergeet je hem niet binnen 7 dagen terug te sturen. Komt goed. Ik vind sowieso echt het heel erg leuk vormgegeven allemaal. En ze begint dus over een jasje van Alex de Label. Ik ben inderdaad benieuwd naar de
merken die hierin zitten. Of ik misschien wel leuke nieuwe merken ontdek. Alex Label heb ik wel eens mensen over gehoord. Eigenlijk nooit echt verder naar gekeken. Maar wat ik als eerst hier bovenop zie liggen. Is een mooie witte trui van Sylvian Heach. En ik vind deze best wel cool eruit zien. Hier heb ik een item van Pint by Kay. En dat is best wel een wat dunner stofje. Doet mij een beetje denken aan een pyjama, koffie en sundaes. Ik vind het lettertype niet mooi. Dit is gewoon totaal niet mijn ding. Misschien dat ik dit leuk had gevonden toen ik 12 was of zo, weet je wel. Ik wil er wel altijd eventjes bij zeggen. Dit is mijn mening. En iedereen's smaak is natuurlijk anders. Misschien de items die ik leuk vind, vind jij weer niet leuk. Misschien vind jij dit wel heel erg leuk. Ik weet niet hoe je al die merken uitspreekt, maar dit is CVRD. Covert misschien. Gewoon eigenlijk een heel simpel t-shirt met een wat hogere nek. Broek van French Connection. In XL. Dus ik ben benieuwd hoe deze gaat vallen. Volgens mij heb ik ook wel een keer een broek al gehad met dit patroontje. En die was van H&M. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze valt. Dan heb ik hier een witte blouse. Deze blouse voelt kwalitatief echt heel erg goed. Ik weet niet of het helemaal mijn ding is. Het is van het merk Lois of Lois. Ik zie in ieder geval ook nog accessoires. Deze echt mega scrunchy. Van dit merk. Atelier de Femme, als ik dat een beetje goed uitspreek. Luipaardprintje is niet helemaal mijn ding. En dan hier glitter sokken. Ieder zijn ding, maar ik heb het, voor mijn gevoel is deze box wel een beetje een mix tussen items die ik heel volwassen vind. En items waarvan ik denk, oh ja, dat had ik heel veel jaar geleden wel leuk gevonden. Zoals deze glitterzokken. Dan zitten er ook nog oorbellen bij. Gewoon simpele gouden ringetjes. Ik zie daar een zebra print item in zitten. Ik heb hier nog iets met glitters. Anna Alcazar. Een hele comfy broek, denk ik. En ik heb wel items met glitters. En ik heb ook wel een broek, denk ik, met een soort gelijke fit. Maar niet met gekleurde glitters zoals dit. En ik vind het denk ik best wel cool. Dan heb ik hier dus iets met zebra print. Oké, zebra print vind ik dus heel cool. En ik had natuurlijk in het begin van deze video een top aan wat zebra print was. En wat ik dan best wel cool vond met een open rug. Maar dit is dan weer een iets vrouwelijker jurkje. Tenminste, hij is wat lager uitgesneden. Hij heeft denk ik een soort van overslag. En dan is het bij zo'n item een beetje de vraag van, oké, ik vind die print cool. Maar vind ik hem dan ook op zo'n fit of model jurk leuk? That's the question. Of heb hier nog een top van Second Female? En eigenlijk heb ik een top die hier heel erg op lijkt. Deze heeft wat pofferige schouders, zeg maar. En ik heb dit in een nauw aansluitende versie. Maar echt precies hetzelfde stofje en printje. En die is van Concrete Fashion. Dus ik denk dat als deze top... Als de top starten vanaf 60 euro, dat die top van Concrete Fashion echt wel dan een budgetversie hiervan is, zeg maar. Dan zie ik hier een lichtblauw item. Volgens mij heb ik nog geen items in deze kleur en ik vind het er echt mooi uitzien. Dit is van het merk Karen by Simonsen. Ik weet niet of ik deze mouwlengte leuk vind. Maar echt een lief shirtje met zo'n soort afgewerkte mouwen onderkant en hals. Veelbelovend. Ik heb de items niet geteld, maar dit is echt bizar. En dan heb ik hier nog van Alex de Label dan een soort slangenprint blouse of jas. Hij is in ieder geval heel erg dun. Dit item zou ik zelf in ieder geval in de winkel niet gepakt hebben, maar misschien dat hij aan wel echt heel erg leuk zijn. Of dat hij heel cool te combineren is, want de kleuren zijn wel echt mijn ding. Nou, dan hebben we de ene stapel een beetje gehad. Ik had ook al een beetje wat van de tweede stapel geplukt. Maar wat hier onder andere in zit is een zwarte mooie kool. Oeh, kijk. Met ook weer zo'n hals. Mouwen lopen denk ik een beetje uit. En dit is van het merk Sparks Kopenhagen. Ben benieuwd. En die zat een beetje in dit jasje. En hier heb ik dus een blazer met een beetje okergeel erin. Ik weet niet zo goed wat ik in de stylingquiz had aangegeven. Donkergroen ook, okergeel. Heb ik één shirt van die ik leuk vind, maar over het algemeen niet zo'n fan van.
ja, ik weet niet of die kleuren helemaal mijn ding zijn. Van het merk See You Soon is deze. Met een zakje op de voorkant. Ik ben benieuwd. Hier het Colorful Rebel. Daar hoor ik echt altijd heel erg veel mensen over. Maar wat ik daar tot nu toe van heb gezien is niet helemaal mijn ding. En dit vind ik dan ook weer een beetje zo'n jong item. Dat is dit jurkje met gouden reflecterende sterren. Qua fit vind ik dit wel echt heel erg chill. Denk ik. Tenminste, ik weet niet hoe die bij me valt. Maar het model van dit jurkje spreekt mij wel echt aan. Hier heb ik een blouse van Another Label. Echt een heel luchtig stofje. Echt helemaal lenteproof. Het is gewoon leuk om dingen uit te proberen. Daaronder ligt nog een top of een jurk. Oeh, een top. Mouwen die denk ik gestrikt moeten worden. Ik vind deze er echt mooi uitzien. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Leuk ook met oog op dat het hopelijk ooit weer wat warmer wordt. Van het merk Jade 12. Bijzondere details bij de mouwen en bij de onderkant. Oh ja, onderin ligt denk ik de bakbon. Dan heb ik hier het laatste item. Maar het belangrijkste gedeelte is natuurlijk dat ik ga passen. En dat komt zo meteen nog. En dit doet me een beetje denken aan die scrunchie van net. Dit is van het merk Ivy. Een mid-rise skinny fit. Ik weet niet hoe mid-rise mij gaat bevallen. Maar ik denk dat die op zich best wel hoog komt. Maar dit is een beetje het printje. Vind ik een beetje heftig. Ik denk dat ik gewoon een beetje van luipaard print af ben. Ik had het eerst wel. Maar blijkbaar vind ik nu zebra print leuk. Ik heb hier inderdaad de pakbon. En bijvoorbeeld die scrunchie was ook al 17 euro. Oké. De items zijn best wel aan de prijs. Ik zal de prijzen per item bij de aanbeelden voegen. En dan kan ik altijd nog kijken als ik een item wel mooi vind zitten. Van oké, maar vind ik het ook de prijs waard? Ik ga nu nog wel even mijn koffie opdrinken. En dan zie ik jullie zo meteen in de slaapkamer. Oké, ik heb nog niet in de spiegel gekeken. Maar dit is de eerste combinatie. Die lichtblauwe top en het jasje van Alex de Labels geeft aan dat het ook leuk kan staan om een shirt uit mijn eigen garderobe eronder te doen. En ik heb eventjes gewoon een jeans van mezelf van Naked aangedaan. Omdat hier geen broek bij vermeld stond. Dus ik dacht, ik doe gewoon even een basic aan. Ja, heel eerlijk. Ik vind het allebei geen lelijke items. Maar dit jasje is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik vind de fit ook een beetje apart, zeg maar. Ik hou wel van oversized, maar hij is in de oksel heel ruim. En dat vind ik dan weer niet zo. Ik had net natuurlijk ook de prijs ervan gezien. Dat vind ik het ook niet helemaal waard. Want ik weet natuurlijk niet wat er achter deze bedrijven schuilt. Hoe alles gemaakt wordt. Hoe ze op de prijs komen. Maar ik weet wel dat ik het gewoon heel dun vind. En niet zo boeiend. Ik denk wel dat dit heel chill zou zijn. Mocht we weer naar een festival kunnen. Om dan zo'n jasje als dit aan te doen. Want hij is wel luchtig. Maar ja, geef je toch wel lange mouwen en zo een extra laagje kleding. Maar dit shirt hieronder. Ik vind hem nog leuker staan dan wat ik zeg maar had verwacht. Ik vind de kleur echt mooi. Ik heb dus nog niet zoiets in mijn kledingkast. En ik vind deze kleur ook best wel staan bij mij. Ik vind die halslijn mooi. Ik vind het ook leuk dat het zo is afgewerkt. Ik weet alleen niet zo goed. Oh, en hij rolt dus ook om door de mouwlengte. Ik wilde zeggen dat ik niet zo goed weet wat ik van de mouwlengte vind. Ik denk dat ik iets korter of gewoon lang het leukst had gevonden. Ik weet niet of je het net goed kon zien, maar dit shirt heeft ook dus nog een soort verticale lijntjes. Dit zou de comfortabele en stijlvolle look moeten zijn. Dus die glittertop met een beetje die pofmouwtjes. Nou, zoiets heb ik gewoon al en zonder pofmouwtjes. Dat is persoonlijk iets meer mijn ding. Dus even de helderheid omhoog zetten, zodat je het hopelijk wat beter kan zien. Maar dan dus met die glitterbroek er ook bij, zou ik dus niet zo snel combineren met elkaar. En nu ik het zo aan heb, vind ik het ook niet zo leuk staan bij elkaar. Het is wel echt vet en hij heeft ook gewoon een soort stofje aan de binnenkant. Dus hij zit echt heel comfy, kijk. Hij heeft een soort binnenbroek gewoon. Ja, ik vind hem best wel vet. Hij zit bij mijn buik wel een beetje strak. Dus je ziet bijvoorbeeld ook een beetje de lijnen van mijn ondergoed lopen. Mocht ik er 100% fan van zijn, dan zou ik hem toch wel in een maatje groter nabestellen. Ik vind hem voor de rest wel mooi zitten. Ik vind het een leuke fit. Ik vind het best wel leuk dat het in plaats van zo'n soort stofje wat ik er zo heb, dat er kleurtjes in zitten. Maar aangezien we in januari zitten en ik hou wel af en toe van een glittertje en zo. Maar ik denk dat ik hem er dan echt pas weer over bijna een jaar bij ga pakken, weet je wel. Dus allebei de items wel leuk, maar gaan denk ik toch retour. De Colorful Rebel jurk staat bij dat hij leuk te combineren is met een spijkerjasje of een leren jasje. Maar dat heb ik allebei niet.
Ik vind het op zich wel heel schattig staan. Ik hou heel erg van dit soort jurkjes. Ik vind het echt, nou ja, dit is mijn go-to outfit zeg maar in de zomer. Hij heeft heel netjes een onderjurkje. En hij is dus hier wat getailleerd. Gaf dus aan dat ik niet zo van de V-hals was. Maar daar had ik ook bij gezegd, mocht je toch denken, dit is wel cool voor bij jou, dan mag je het altijd opsturen. En bij dit jurkje vind ik het wel heel erg leuk. Ik ben echt verbaasd nu ik deze aan heb. Gewoon hoe leuk ik het eigenlijk vind. En ook de kleuren. En ik vind het echt heel erg leuk staan. Maar de gouden sterren zijn gewoon niet helemaal mijn ding. Ik weet ook niet of ik zeg maar de overige print heel erg leuk vind. Maar de fit vind ik mooi. Kleurtjes vind ik mooi. Ik vind het schattig dat hier nog 3 knoopjes zitten. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk dat bij deze stylingbox dus items zitten waarvan ze dacht, dit is echt jouw ding. En dit trek je misschien wat uit je comfortzone. Zonder die uitleg erbij had ik niet gedacht dat ik deze top met deze blouse moest combineren. En hij is ook een beetje aan de transparante kant, die blouse. Maar ik vind dit wel cool bij elkaar staan. Krijg er een beetje tandartsassistenten vibes van. En ik had net ook niet gezien dat deze blouse een beetje zo'n gerafelde onderkant heeft. Ik vind het echt leuk gecombineerd. En ik vind eigenlijk bij alle items die ik tot nu toe gepast heb, de kleuren ook mooi staan bij mij. Ik vind dat het echt heel erg goed gedaan is. En zoals ik zei, dus leuk om items te proberen die niet op mijn Pinterest bord staan. Of die misschien niet helemaal duidelijk uit die stijlquiz komen rollen, dat het mijn ding is. Want het is leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Zo'n halsje vind ik wel heel erg leuk. Ik vind de kleur alleen niet zo. Ik vind dit blouseje ook niet zo leuk met die zakken. Ik vind die knopen ook niet zo mooi. Maar ik vind het wel fris staan. Ik ben echt enthousiast. Ik vind het echt goed gedaan. Maar allebei helaas niet helemaal mijn ding. Het is tijd voor het item waar ik het meest benieuwd naar ben. Oké, ik ga nog niet kijken. Maar ze heeft geschreven dat ze benieuwd is wat ik van de trui van Sylvian Heach vind. Ik denk dat het goed aansluit bij jouw stijl, maar met een vernieuwd randje. Draag hier de broek van French Connection onder, die zowel casual met gimpen kunt dragen als stoer met boots. Leuk! Oeh, het is een beetje donker. Oh. Ik vind hem denk ik toch wat minder leuk nu ik hem aanzie. Die mouwtjes vooral. Maar ik vind vooral dit gedeelte wel heel erg leuk. Kijk, het is dus cool, want het is echt aan elkaar gestikt. Dus het is echt mijn arm wat je er daardoor heen ziet. Kut. Ja, ik dacht toen ik hem in de box had ook, ja, dit is inderdaad precies wat ze zegt. Iets binnen mijn stijl, maar toch met een vernieuwd randje. En nu ik hem zo aanzie, weet ik niet zo goed. Ik ga hem straks nog wel eventjes met de jeans passen. Daaronder dus de broek van French Connection. Die vind ik best wel leuk. Hij zit wat minder mooi dan ik zou willen. Ik heb er al een beetje aan geshort en zo, maar hij blijft hier een beetje poffen. Mocht iemand daar een tip voor hebben, hoor ik het natuurlijk graag. Voor de rest sluit hij wel goed aan en zit hij niet te strak. Lengte is denk ik ook goed en inderdaad leuk met bijvoorbeeld sneakers of lekker met Dr. Martens eronder knallen. Ik vind dit echt verschrikkelijk. Ik snap hem ook niet zo heel goed, want de meeste items vind ik er ook wel kwalitatief goed uitzien. En ik vind deze gewoon een beetje vreemd ertussen. Ik snap het niet zo goed. Misschien dat het aan mij ligt. Maar ik vind het gewoon, ja, echt niet mooi. Qua fit niet interessant. Qua kleur. Qua dit lettertype in de tekst. I don't get it. Ik had net mijn allereerste bloedneus ooit. Maar dan zijn we weer. Deze broek pas ik dus niet. Nou is dit ook niet helemaal mijn ding hoor. Maar hij zit ook heel skinny. Ik krijg hem niet verder over mijn bil. En dit gaat gewoon niet dicht kunnen. Nee. Stond in de tekst. De blazer die valt wat ruimer. En dan met die kool om het iets rustiger te houden. En dan print op print met die broek die ik zeg maar helaas niet pas. Maar deze is niet ruimer. Ik krijg hem niet eens normaal aan. Ik zit hier echt als een worstje ingeroepen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar zeg maar, mijn arm of mijn schouder loopt tot hier. En ik krijg hem dus net niet over dat laatste stukje van mijn arm normaal. Dus even kijken welke maat dit is. Maatje 3. Whatever that means. Jammer, want het is wel een goed stofje, denk ik. En als ik hem een beetje zo omsla, vind ik hem er toch best wel cool uitzien. Echt leuker ook weer dan wat ik had verwacht. Zo goed. Maar helaas pas ik hem niet. Dan hebben we natuurlijk nog deze top, die ik wel mooi vind zitten. Maar het is een beetje een wat stugger stofje. Ik vind de mouwen er eigenlijk leuker uitzien dan wat ik had verwacht, omdat het toch een beetje uitloopt. Het colletje vind ik mooi, maar hij jeukt een beetje. Hij kriebelt. Ik weet niet zo goed wat er met dit stofje is. Maar ik vind het ook wel heel erg belangrijk dat dingen lekker zitten. Als hij lekker had gezeten, had ik hem gehouden.
Oh, ga ik straks natuurlijk nog eventjes naar de prijzen kijken. Echt jammer van die blazer. Hier heeft Pet me eventjes mee geholpen. Omdat je die mouwtjes natuurlijk moet strikken. En het is best wel een wat aparter, stijver stofje dan wat ik voor de rest in mijn kast heb. Ik vind het echt een onwijs schattige top. Ik weet niet zo goed of jullie misschien tips hebben hoe je dit wat mooier kan strikken. Waar de strik moet komen. Weet ik veel. Gewoon, hoe doe je dat cool? Maar ik vind het echt wel eigenlijk heel leuk staan. Het is helemaal niet iets wat ik snel gepast zou hebben weer. Maar dat kan ik wel blijven zeggen. Dit is gewoon echt een goed samengestelde box. Mooie kleur, mooi stofje. Dit shirt heeft trouwens ook nog een knoopje in de nek. Maar ik vind hem echt heel lief. Ik weet alleen niet zo goed wat ik dus van die touwtjes of strikjes of zo vind. Maar voor de rest echt heel cute. En heel erg leuk, denk ik, meer voor richting de zomer en zo. Dat doet het stofje me in ieder geval een beetje aan denken. En ook dat het zo opengewerkt is. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik vind echt dus dat er dingen in die box zitten waarvan ik denk, ja, dit is echt uitgezocht door iemand die hier meer verstand van heeft dan ik. En ondanks dat net een aantal dingen te strak zaten, vind ik het qua kleuren ook goed bij me passen en zo. Ook een paar missers, maar over het algemeen echt super cool. Ik vind het echt een mooie top. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik hem zelf verder zou combineren. Want bij de meeste items staat er dus op dat briefje van zo en zo kan je combineren. Hier staat het leuk bij. Het staat ook leuk met bijvoorbeeld verschillende jeans uit je kast. Maar bij een aantal items niet. Bijvoorbeeld bij deze niet. En ook niet bij de volgende blouse die ik ga passen. Dus dat vind ik wel een beetje lastig. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ben ik gewoon nu misschien overenthousiast? En als ik dit op een andere dag zou passen, zou ik denken, wat is dit? I don't know. Door naar het volgende item. Zelfs dit, wat me verschrikkelijk leek, vind ik best wel leuk staan. Echt niet leuk genoeg en echt niet mijn ding om te houden. Maar opnieuw weer dat ik denk, ja, dat is best een interessante fit. En dan in combinatie met die mouwlengte, het is toch iets wat ik niet zo heel snel zie. Maar ik denk wel dat het een item is wat gewoon op heel veel manieren leuk te stylen is. Ik denk dat dit voor heel veel mensen ook wel hun ding is. Hij is iets langer aan de... Oh, wacht. Dit stond er in de tekst ook bij, maar ik was het even vergeten. Ze zei dat het een opengewerkte achterkant had. Had iets meer het idee er dan bij dat het als een naam, dat het een open rug zou hebben. Ik vind dit niet zo mooi of flatterend staan. Ik vind dit een beetje zo van, oh, ik vond dit wel een leuke blouse, maar heb ik hem nu dan achterstevoren aan? Of heb ik hem gewoon opengeknipt omdat ik denk, look at my ass. Ik vind het ook niet zo heel leuk dat hij aan de voorkant korter is en aan de achterkant dan wat langer. Maar als ik hem zo aan de voorkant zie, denk ik, dit is toch weer cooler dan wat ik had verwacht. Laatste item. Een leuk zomersjurkje van Colorful Rebel. Oh my god. Echt. Ik geef straks natuurlijk mijn eindconclusie. En dan ga ik kijken naar items die ik misschien wil houden. En wat ik dan vind van de prijs. Maar I like it. Ik weet niet of ik hem onderscheidend genoeg vind voor in mijn kast. Omdat ik al zulk soort modeljurkjes heb. En dus zebra print items. Maar ik vind hem wel leuk. Het is dus wel een overslagjurkje. Ik denk dat ik het iets cooler had gevonden als het toch een ander model was. Omdat dit soort jurkjes best wel snel tuttig kunnen worden. En ik weet niet zo goed waar mijn smaak daarin ligt. Want ik heb ook dit soort jurkjes met bloemetjes en weet ik veel wat. Ja, ik vind hem wel leuk. Mouwlengte is mooi. Dus weer eigenlijk een V-hals ook. Hij is al omgeslagen. Je hoeft zelf niks te doen behalve dit touwtje in een bijvoorbeeld een strikje te doen. Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie sowieso van de items? Wat vinden jullie de leukste items? Let me know. Ik ga even aan jullie laten zien welke items ik overweeg te houden. En dan kijken naar de prijs. En dan dus vertellen van, ga ik dit houden? Wat vond ik van de stylingbox? Vond ik het super slecht of super goed? Nou, wat zou mijn conclusie nou worden? Mocht het nog niet duidelijk zijn, of mocht je mijn vorige twee stylingbox video's niet gezien hebben, dit is veruit mijn beste ervaring hiermee. Tot op het punt van het unboxen al. Ik heb hier naast me een stapel items waarvan ik overwegen te houden. Dat had ik bij die andere niet. En daarbij, bij bijvoorbeeld Zalon, heb ik €15 betaald aan stylingkosten. Ik kreeg iets van 5 items ongeveer opgestuurd volgens mij. En nu dus 19 items voor €10 aan stylingkosten. Ik heb ook het idee dat hier echt, nou, misschien dat het bij Zalon en PS Zoe ook het geval was. Maar hierbij vond ik het echt doorklinken dat deze box is samengesteld door iemand die er echt verstand van heeft. Ik vind de kleuren mooi staan. Er is bijvoorbeeld ook een outfit waarvan ik de broek helaas niet paste. Maar bijvoorbeeld dat verschillende prints met elkaar gecombineerd worden. Ik vind gewoon dat er echt uit blijkt dat dit samengesteld is door iemand die er verstand van heeft. Dan heb ik naast mij dus. En op mij de items waarvan ik overweeg het te houden. Dus ik heb hier een jurkje van Colorful Rebel. In maat 40, die 70
euro kost. Ik vind hem echt leuk. Maar ik zei het natuurlijk al, ik heb wel jurkjes met deze fit. En ik heb ook al zebra print, dus misschien niet onderscheidend genoeg. En misschien heb ik een vertekend beeld natuurlijk, hè, van prijzen. En je kan natuurlijk ontzettend goedkoop op heel veel plekken kleding kopen. En ik weet niet wat erin gaat dat deze prijzen duurder zijn. Waarschijnlijk is het het waard. Misschien is het bij sommige merken het niet waard of minder waard. Ik denk toch met het oog op de prijs en dat ik het niet onderscheidend genoeg vind dat ik deze niet ga houden. Dus helaas. Volgende item waarvan ik overweeg het te houden is de witte blouse van het merk J12. Ik denk dat ik hiervan ga schrikken. 130 euro. Ik vind het echt een prachtige blouse. Maar ik weet niet zo goed hoe ik die touwtjes op de mouwen kan stylen. Tegen de tijd dat deze video online staat, moet ik de box ook weer geretourneerd hebben. Ik kan natuurlijk altijd dingen nog nabestellen, mocht ik het wel willen. Dus mocht iemand tips hebben hoe je het mooier kan strikken, let me know. En ik vind het stofje echt goed. Ik vind de fit heel mooi. Hij is gewoon echt mooi opengewerkt ook. Dus ik snap echt wel dat die prijs hiervan wat hoger ligt dan de meeste dingen die ik in mijn kast heb hangen. Maar ik heb geen kledingstuk van deze prijs in mijn kledingkast of duurder. Ik vind het gewoon echt een hoop geld. En ik weet, het is niet een item waarvan ik denk, die ga ik super... Ik weet 100% dat ik die super vaak ga dragen, weet je wel. Mocht dit nou echt een goede blazer zijn die ik op heel veel manieren kan combineren. Maar ik weet gewoon niet zeker of dit een top is die ik minimaal één keer per week zou dragen. En dan vind ik denk ik de prijs toch iets te hoog liggen. Het kan natuurlijk zijn dat jullie het ontzettend oneens met me zijn over dingen die ik zeg of dingen die ik vind. Dan nog de French Connection broek van 125 euro. En ik heb dus al zo'n soortgelijke broek gehad van de H&M. Die is wat te klein voor mij geworden. Maar die vond ik wel ietsje mooier zitten. Deze kost 125 euro. En ik vind hem wel cool. Ik denk ook dat ik hem zeker inderdaad heel leuk zou vinden met Dr. Martens eronder. Weer iets met een blazer op de bovenkant. Alleen ik vond hem niet mooi genoeg bij mijn figuur passen, zeg maar. Hij zat natuurlijk een beetje lossig bij de voorkant. Dus hier ga ik nog even over twijfelen. Want misschien dat ik hem wel kan laten innemen. Of als ik sowieso op zoek ga naar een broek met zo'n print die misschien wat beter bij me zit. Alsjeblieft, als je twijfelt om een stylingbox te bestellen, vergeet Salon of PSOE. De Maison 365 of 365 is tot nu toe echt de beste. Ik vind dat ik super goed geholpen ben. Nou heb ik natuurlijk alleen ervaring met Sabine die mijn box heeft samengesteld. Maar het was op tijd. Er zaten super veel items in. Ingespeeld op mijn stijl, maar ook dingen buiten mijn comfortzone. En dan met een uitleg erbij. Heel fijn, die uitleg er natuurlijk ook bij hoe je de items kan combineren en wat eventueel leuke outfits zijn. Ik ben echt positief verrast. Ik ben echt een beetje in een positieve shock. Ik denk dat het een hele lange video is geworden. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt dus voor de tip. Want het werd aangeraden in mijn comments deze box. Mochten jullie verder nog aanraders hebben, hoor ik het graag. Andere video ideeën. Dingen die ik kan uitproberen. Ik doe het allemaal graag voor jullie. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik snel terug bij de volgende video. Doei doei!